Vrijdag is altijd het moment dat ik ga vloggen en ik heb de eer om op bezoek te gaan bij de burgemeester van Rotterdam, meneer Aboutaleb. Goeiedag. Goeiedag. Fijn dat ik even bij u langs mag ja, komen. Ja, hartelijk welkom. Heeft de koffie een beetje gesmaakt? Het was heerlijk. Goed ja, zo. Ja, het was lekker. Drinkt u eigenlijk altijd koffie 's ochtends? Ja, nogal veel. Dus ja? Ja, als ik nog een kritiekpunt heb, als ik bij RTV Rijnmond binnen ben, dat is toch die koffieautomaat. Dat kan beter. Ja, dat klopt. Ja, die kan wel beter. Maar er zijn wel automaten die wel wat beter zijn. Misschien okay, heb je die... We staan daar niet in de buurt van de redactie. Nou, dan moeten we dat eigenlijk als eerste gaan veranderen. Of misschien zijn er wel andere dingen. Want u werkt veel met ja, onze ja. Omroep. Hoe bevalt de samenwerking tot nu toe? Nou, de samenwerking, goed, laat ik beginnen. Dat zei mijn vader altijd tegen mij. Als je over iemand spreekt of over anderen spreekt, dan moet je beginnen met complimenten maken. Een groot compliment vind ik echt op zijn plaats voor de nieuwsvoorziener van RTV Rijnmond in zijn algemeenheid, maar zeker vooral voor de sportredactie. De live-uitzendingen van amateursport, maar ook van Feyenoord, Sparta, Excelsior, thuis, uit, et cetera. Altijd geweldig. En natuurlijk is die redactie zo ongelooflijk objectief en onafhankelijk. En zo, hè. U zegt het met een knipoog en terecht. Dus niet, maar ze zijn er ongelooflijk begaan bij en er is heel veel belangstelling voor en dat doen ze echt voortreffelijk. Dus u was laatst ook bij Ajax Feyenoord, zag ik, waar wij live uitzonden. Ja, ja. Ja. Dus ik kan het ongelooflijk waarderen, ze doen het echt goed. Maar er begint wel een reeks van kritiekpunten. En de eerste is dat ik echt het gevoel heb dat jullie grote nieuwsitems in deze stad missen. Jullie zijn er niet altijd bij. We zijn nu vandaag vrijdag. Lees de voorpagina van Trouw. En als je de voorpagina van Trouw leest, dan zie je een groot verhaal van Allard Kastelein over een idee om de komende jaren een groot pijpleidingssysteem aan te leggen in de haven van Rotterdam. De CO2-opvang. Ja. Om CO2 af te vangen, et cetera. Een groot verhaal. Ja, het is natuurlijk raar dat een bij uitstek een regionale zender als RTV Rijnmond dat verhaal niet heeft. AD overigens ook niet. Maar wel de Trouw. En dat komt omdat die waarschijnlijk aanwezig waren op een congres afgelopen dagen waar Allard Kastelein sprak. Dus het bewaken van die grote ontwikkelingen, zeker in de haven. Ik ben er heel vaak in de haven. Ik ben bij heel veel bedrijven, denk ik, je mist heel veel belangrijke ontwikkelingen in deze stad. Maar ook op sociaal vlak. Ik ben regelmatig met bewoners bezig in de wijken, zo ongeveer 1 keer in de 2-3 weken. Nou, wat er allemaal loskomt aan verhalen van burgers in die wijken, is buitengewoon interessant om waar te maken. Bijvoorbeeld de trend dat er steeds meer Amsterdammers in woonwijken in Rotterdam woningen komen kopen ja, en hier komen ja, wonen. Ja. Zo zijn er een paar van die ontwikkelingen waarvan ik denk, ja, die mis je. Dus probeer daar iets meer bij te zijn. Ja, ik ben nu 8 weken begonnen als hoofdredacteur. Het is een nieuwe baan voor mij. U bent hier ooit ook begonnen. Wat hebt u eigenlijk in die eerste 8 weken gedaan? Weet u dat nog? Veel kennismaken met de straat, met de bewoners. Echt ook naar bedrijven en instellingen gaan. Proberen heel veel de stad in je op te zuigen en het gevoel te hebben van hoe zo'n stad nou eigenlijk functioneert en marcheert. Ik heb toen ontdekt bijvoorbeeld, ik ben hoofd van de politie in deze regio met 7000 politiemensen. Dus je zou denken, dan moet je toch een hoop kunnen doen. Maar ik heb toch gezegd, de manier waarop je de stad veilig kan maken de komende jaren is toch het binnenzuigen van die 600.000 Rotterdammers. Want die klagen niet alleen, die hebben ook ideeën hoe het beter moet. En zouden we erin kunnen slagen om ze te mobiliseren voor de veiligheid in de wijken. En dat heeft ons geen windeieren gelegd. Het is buitengewoon succesverhaal. Betrokken bewoners bij veiligheid, bij schoonhouden van hun eigen omgeving, is echt een succesformule. Nou, dat heb ik geleerd in de eerste 8-10 weken van mijn burgemeesterschap in 2009. Ja, eigenlijk zegt u, je moet het samen doen. Ik heb geleerd om samen te werken. Ja, maar en ook, dat kunt u waarschijnlijk al van nature, want anders dan duurt dat niet. Ja, maar ook openstaan voor het feit dat de waarheid ook bij anderen kan rusten. En dat het jouw taak is niet altijd om dingen zelf te bedenken, maar dat je ook aan de slag kunt gaan met ideeën die bij andere mensen leven. Er is in de stad een enorme ideeënmachine en die krijg je als stad gratis en voor niks aangeleverd door bewoners. En als je daar gebruik van maakt, is het rijkdom voor de stad. Ja. Wat vond u het spannendst aan het begin van uw periode? Ik relateer het ook even aan mijn eigen hoofdredacteurschap. Ja. Ik ben benieuwd wat uw ervaring daarbij is. Het stellen van prioriteiten. Ja? Hoe zorg je ervoor dat niet alles nummer 1 op jouw agenda is? Ik heb geleerd dat als je probeert 10 vraagstukken op te lossen, dan heb je er eigenlijk 11 problemen.
Omdat je dan zelf in de weg staat. Ja. Dus je moet echt ervoor zorgen dat de nummer 1 en nummer 2 en nummer 3 voortdurend aan de orde is. En dat als je dat afgevinkt hebt, dat je dan weer een nieuw 1 en een 2 en een 3 kunt maken. Ja. Anders is het weer erg veel. Ja. U zei dat, dat uw vader u de les gaf van als je bezoek hebt, moet je eerst leuke dingen vertellen, goede dingen, dan wat kritisch. En hoe sluit je dan zo'n gesprek af? Hoe doe je dat dan? Nou, er is heel veel werk te verzetten en het is altijd heel goed als je ook jezelf kunt aanbieden en zegt van nou, en op mij kun je rekenen. Ik wil daarbij graag behulpzaam zijn. Ik wil niet alleen maar blaffen als het niet goed gaat en complimenten uitdelen als het goed gaat, maar dat je niet alleen maar achterover gaat leunen en zegt, jij moet het allemaal zelf doen. Maar wij zijn natuurlijk ook als stad een productie van nieuws. We zijn ook een actor als gemeentebestuur. Je kunt op mij in ieder geval ook rekenen om de komende tijd misschien wat meer nieuws aan te brengen dan wij de afgelopen tijd gedaan hebben. Ja, lijkt me een goeie. Dan moet ik even nadenken wat ik ga vragen. Ja, als je erover na moet denken, dan heb je geen vraag meer. Nou ja, dat zou je denken. Er komt nu een hele goede opborrelen. Wat is de ideale regionale omroep? Stel dat we over 5 jaar hier weer staan. Wat voor omroep zou je dan willen zien? Een regionale omroep is wat mij betreft een hele goede omroep als die ervoor zorgt dat hij door een zekere goede samenwerking in de samenleving, dat hij zodanig zijn tentakels heeft dat hij als eerste altijd het regionale nieuws brengt. En niet landelijke media het regionale nieuws brengen. Want dat betekent dat je en goed geïnformeerd bent, dat je er overal bij bent, maar vooral niet onbelangrijk, dat je vertrouwd wordt. Want nieuws is ook een kwestie van gunnen. En dan moet je gegund worden soms, omdat ook bedrijven, politieke partijen, instellingen ook strategisch met nieuws omgaan en zich ook al vragen, waar wil ik mijn verhaal hebben? Nou, als je kwalitatief goede zender bent en je wordt te vertrouwen, dan loop je eerder de kans dat dingen je gegund worden. Nou, dat is het beeld dat ik heb van een goede regionale omroep. En misschien is dat onderdeel van de opdracht die u zelf al voor uzelf heeft gesteld. Er is werk aan de winkel. Jazeker. Ja, en ik hoop dat we een goede samenwerking tegemoet gaan. Ik kijk daarnaar uit in ieder geval. Gaan we doen. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Abbetaler. Graag gedaan. En nu, wat gaat u nu doen? Gaat u nu op pad? Of wat is uw volgende afspraak? Ik ben zo meteen een gesprek met een groep moeders uit West. Onwijze moeders, en daar ga ik mee aan de praat. Oké, okay. En wat is het thema? Onwijze stad. Hoe zorgen we ervoor dat die onwijze moeders ervoor kunnen zorgen dat deze stad weer een stuk veiliger wordt, aantrekkelijker wordt, leefbaarder wordt, dynamischer wordt, et cetera. Want de stad maak je toch uiteindelijk met bewoners. Eigenlijk gaat het daar eigenlijk om, hè? Samenwerking. Voortdurend. Gebouwen. Ja, voortdurend. Ja. Stel je voor dat je in deze wereld alleen zult leven, ja. Dan hou ik het niet lang vol. Nee. Hartelijk dank. Dank voor uw ontvangst hier.